Dus lieve mensen, we zijn vandaag lekker onderweg naar Engeland. En dan ga ik de dress doen van Riedewald. En ja, ik vind het gewoon fucking vet om te rijden met de auto. Dus hij zegt, kom maar met je waggie. En ik ben hier samen bij met Kisha, oftewel Logs bij Kisha. En we gaan even gezellig naar Engeland. Oh ja, en mocht je nog niet doorhebben, ja, ik ben aan het vloggen voor de eerste keer. En ja, waai ook de fuck nat, weet je. Ik bedoel, zien jullie een beetje wat de dreaddokter allemaal doet zo op een dag? Nou, in ieder geval, we zijn nu in ieder geval richting Londen aan het rijden. 5,5 uurtjes in de auto, inclusief het treintje. Maar dat zien jullie straks wel allemaal lekker, hoor. Ze hebben in België ook wegen voor blinden. Dat is namelijk een weg waar je de hele tijd loopt te trillen. Omdat er gewoon niet fatsoenlijk asfalt ligt. Ja, dan kunnen de blinden de weg naar huis vinden. Als ze autorijden zijn. Hoor je dat geluid? Dat is de trilling van mijn banden en mijn veringen en alles erop en dran. Mijn hele fucking auto trilt. Dat deed de braille weg. Soms vragen me echt af hoe ik die shit verzin. Want de fucking weg is fucking irritant hier in België. Maar het gaat nog allemaal prima. Ben hier normaal niet. Maar oh, veel hooi. Hooi. Oh nee, dat ben jij. Ook hooi. Nou, ik wou hooi laten zien, maar dat ging dus niet helemaal goed. Nou en. Wisten jullie trouwens dat Kisha sinds afgelopen maand volop bezig is met dreadlocks? En bij deze wil ik ook even doorgeven dat ze een hele mutsje op haar hoofd heeft. Want, oh, dat zie je niet echt. Maar ze heeft een mutsje, dat heet een bonnet op haar hoofd. Want dat doet ze om haar dress te beschermen. Dus dat is een tip voor jullie. Ja, voor alle mensen die altijd zo slordig omgaan met hun locks, wat helemaal niet nodig is en nooit met tips opvolgen. Een bonnetje dragen of een pantytje. Yes, ja, is niet alleen voor het slapen, maar ook voor zo. En daar bedoel ik natuurlijk mee, ja, heel simpel. Als je toch niks te doen hebt en je hoeft toch eigenlijk nergens naartoe en je zit in de auto opgesloten of thuis achter de computer of weet ik veel wat, zet gewoon dat ding op je hoofd, joh. Lekker die dreads goed houden, eens. Toppie, man. Kijk, toen ik hooi zei, bedoelde ik dus dit. Ja, niet Kisha. Die lekker aan het eten is. Ben je het eten, hè? Carrot cake. Wat? Carrot cake. Ah, traject yes. Controle 120. Even lekker eten onderweg. Ja, toch? Yummy, zelf gemaakt. Oh ja, lekker hoor. En jullie vragen zich af, wat is dit? Nou, het is gewoon taco met rijst. Lekker. Gezond. Moet ik gezond doen, het is 2023, begin van het jaar. Lekker joh. En dames en heren, we zijn in Frankrijk aangekomen. Nu nog ongeveer een klein... Bienvenue en Frans. Ah, bienvenue en Frans. Merci beaucoup. En je hebt dus ook altijd van die mensen die in dit weer niet kunnen rijden en dan gewoon maar even 20 gaan rijden op de autobaan, waar je 130 mag, weet je? Omdat ze bang zijn voor een druppel regen. Dat is ook de reden waarom Max Verstappen wel in de regen kan rijden en de rest van al die rijders niet. Ja, simpel zat. Oh ja, Hamilton ook. Want kijk, deze UK-rijder voor me, die weet het dus wel. Maar in ieder geval, jij Hollander, zou in de regen moeten kunnen rijden. Hier, dames en heren, dat is AstraZeneca. Hier hebben jullie dus het vaccin van Daan gekregen. Hier is jullie vaccin gebrouwen. En net zoals bier. En dat hebben jullie in jullie laten spuiten. Inclusief ik, dommerik dat ik ben geweest. Maar dat deed ik voor fucking Engeland. Want anders kwam ik daar weer niet binnen. Alhoewel, ik kwam er wel binnen. Maar ik had gewoon geen tijd om die fucking... hoe heet die dingen nou ook alweer? Nee, die fucking stok in mijn neus te douwen. Oh, die test. Oh, die test, ja. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Ja, en dan moet je ook nog lopen wachten. Stel je voor, je hebt het dan toch, terwijl je helemaal niet ziek bent. Ja, dan kan je nergens naartoe, weet je. En met die prik, ja, hè? Ik word gewoon een zwakkeling. Weet je wat ik had? Last van een zwak karakter. Godverdomme, had ik hem al nooit gedaan. Maar ja, ik voel me gewoon verder prima, hoor. Alleen, ja, mijn ledematen vallen er vanaf. Nee, grapje, dat niet. Maar, ja, dus daar was AstraZeneca. En daar is jullie vaccin gebrouwen, jongens. Daar kom ik dan iedere keer langs als ik... word ik er even aan herinnerd wat voor zwak karakter dat ik had. Ja, ik ben echt trots op jullie voor degenen die het niet gedaan hebben. Serieus, echt waar. Ik heb het excuus dat ik het voor werk heb gedaan, maar dat excuus had ik niet hoeven te gebruiken natuurlijk. Had ik vrij moeten pakken en minder moeten verdienen. Maar ja, hè? Centen zijn ook zo lekker. Nou, hier is dan de afslag voor Toulouse-Lamanche. Of zoiets. En daar, helemaal, ik weet niet of jullie kunnen zien, maar de witte, dat is dus waar je de dingen zo meteen op gaat. En dat is wel even leuk om te filmen, dus dat doen we dan ook maar even. Heb je het een beetje leuk, Kisha? Ja hoor. Gezellig met mij, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Flexi Plus is namelijk, dan hoef je niet te houden aan bepaalde tijden. En dan kun je gewoon de trein op en af wanneer je wil. En dan heb je ook te maken met een Flexi Plus Lounge. Ja, dat is wel extra leuk, dus kijk maar mee. Nou, hier kom je dus aan. Dan moet je daar je self-check-in. Nou, dat hele ding, dat scant dus je...
kappen nou. Scan dus je kenteken. En als het goed is, dan staat de naam en alles erbij. Dus dan gaan jullie dat ook even zien. Dan kan je het daar zo doen namelijk. Daar zo. Maar wij doen het lekker hier. Hier dus komen we aan. Even wachten. Oh, let's check in. Even wachten. Wat? De toeristieboek. Oh, hè? Kan je hem even... Oh, fuck. Nou, kom zo terug. Nou, het ging even niet helemaal lekker. Ik moest een nummer ingeven, maar hier staat dus mijn naam. Ik heb een... die... akkoord. En dan krijg je hier zo'n ticket. Ergens. Ja, yeah, validate. Mooi. Ja, yeah, next. Can I please have my ticket? Ja. Yeah. It's printing. Yippie-dibidoo. Hoppa. En nu mag ik doorrijden. Zo, ben je moe, mevrouwke? Dus we komen hier aan bij de douane, as you can see. En dan gaan we zo meteen onze paspoortjes inleveren. Of ja, niet inleveren, laten zien. En dan vragen ze ook nog wel eens, wat gaat u doen? Maar meestal bij de Franse grens niet, dat doen ze altijd bij de Britse. Dan zullen jullie dadelijk ook nog wel even gaan zien. Hou de telefoon even zo, want hier zijn ze, in Frankrijk zijn ze echt lastig met alles gewoon. Vind je het allemaal een beetje spannend trouwens? Jawel, het is de eerste keer. Ja, is leuk hè? Ja. Ja, ik dacht het al. Mm-hmm. Nou, we mogen doorrijden, dus dat gaan we zien. Oh, spannend. Of we door mogen. Bonjour. De rien. Merci. Merci, bonjour. Nee. Ah oui, parlez français un petit peu. Nu gaan we naar de Britse border. Left side or the right side? Ja, doe. Oké, doe. Merci. Hi there. Hello. So how long will you be in the UK? Just for one day. Today. We are visiting a friend. He just got a baby and it's the only day we're off. So yeah, we have to go check. Bij de Britse border vragen ze dus altijd aan je wat je komt doen. En officieel door de Brexit mogen wij dus niet meer werken in Engeland. Nu moet ik alleen even zoeken waar de Fletch Lounge is, dat is daar. Mogen wij dus niet meer werken in Engeland. En dan zeggen we gewoon dat we bij een vriend op bezoek gaan. Ja, ik moet altijd even kijken of ik goed ga hier, want ik wil die lounge niet missen. Nou, hier zet je de Shawaggy neer dan. En die zetten wij even daar neer. Hop, 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 hop. Ik heb gewoon een parkeerplaats alleen voor Tesla's. Ja, klopt. Holy shit. Vorige keer toen ik hier ging parkeren stonden er alleen maar Bentleys. We gaan zo meteen daar naar binnen, dat is de Flexi Plus Lounge. Dan pakken we even wat eten. En je kan zoveel pakken als je wil. We gaan die aas lopen doen. Althans, een klein beetje. En ja, yeah, klaar? Yes. Kijk er dan met een mutsje. Nou, dan gaan we naar de Flexi Plus Lounge. En dit is ook echt weer wat voor mij. Ik heb nieuwe schoenen gekocht, maar het regent. Ja, fijn joh. Dan gaan we hier naar binnen. Hallo. Bonjour. Zakje pakken en dan gaan we dat hele rondje eens om. Dat is wel echt voor lach om te zien. Dus we pakken zakkie. Een zakkie. Of deux zakkie, maakt helemaal geen reet uit. Je kan zoveel pakken als je wil natuurlijk. Nou, je hebt dus fruit edit, dat hoeven we niet. Appelmoes, oh nee, hoef ik ook niet. Dat ook niet. Ja, ik ben aan goede dingen begonnen. Nootjes hoef ik ook niet. Een appel, die wil ik wel. Oh, wat een appelpakketje. Deze appelpakketje. Hey, je kan nog hier ook chipjes pakken als je wil. En hier kan je zelfs soep pakken. Ik weet eigenlijk niet wat. Oh, vegetable soep. Wil je een beetje vegetable soep? Ja? Zullen we het gewoon eens gek doen? Doen we samen met één beker of zeg je van... Kan wel. Hoe werkt het? Oh ja, openmaken. Oh, laat maar. Really? Sorry. Oh, you do? Oh, sorry. Yes. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Nou, ik had dus geknoeid met de soep zoals je kon zien. En je ziet hoe aardig deze mensen zijn. En ze zeggen gewoon allemaal van, ja, maakt niet uit. Maar ik vind het gewoon ja, een beetje kloten dat ik alles vies maak. En hier heb je dus andere lekkere nijen. Zoals vruchtenjoghurtje en een moesje. Nou, dat gaan we wel even meenemen. Kiesja, wil je eens wat rimpleuren voor me? Ik wil die vruchtendrank daar. Die, ja, die. En ik wil, ja, die ook. En, nou, een colaatje kan er wel bij.
En dit is gewoon allemaal gratis, hè, jongens. Dat ook voor jezelf, hè. Ik hoop dat dit goed gaat nog. Ja, dat gaat prima. Ik heb geen lepel gepakt, kom ik achter. Ach, kijk nou hier. Wat zou je doen zonder een vrouw? Nou, lekker bezig, Kies. Ja, hier, dus ook een lachen. Hier kan je dus nog Pago pakken. Ik weet eigenlijk niet, wat is dat eigenlijk? Appelsap en zo. Oh, mag ik van alle drie eentje? Ja. Kan je dat voor mij erin pleuren? Zo? Ja, ja, kom maar erin. Dat is toch gratis. Aardbeidje. Orange. En hier heb je dus ook broodjes. En echt van alles gewoon. Je hebt dus roasted chicken met bacon daarboven. Je hebt smoked ham and cheese, cheddar en pickle. En egg, mayonaise en cress. Je hebt zelfs worteltjes, daar gaat Kisha dus voor. Met hummus. Dat vind jij wel wat, hè? Mm-hmm. Nou, pak dat. Mm-hmm. Willen wij nog hier een chicken chorizo pasta? Die wil ik ook wel. Wil je die voor mij erin doen? Mm-hmm. En ik heb eigenlijk ook wel zin in roasted chicken met bacon. Ja, man. Leg er maar in. Nou, dat was het. Voor mij. Oké, nou, ik kan bijna mijn zakjes niet meer vasthouden. Maar we gaan nu naar de Starbucks. Kijk eens, hier heb je nog glutenvrije cakejes. Cupcakejes en cookies. Niet nodig? Oké, okay, nou ga jij eens even kijken of koffie dat je wil. Een zak met noten. Notenzak. Zo. Nou. Hallo. Bonjour. Bonjour. Nou. Gewoon een klikken. Make your choice. Ja, oké. Okay. Ja, eerst. Oui. Oh nee. Een petit, want ik wil altijd een dingetje. Nou, make your drink. Oh. Ik ben nu thee aan het maken. Oh, shit. Oh, fuck. Excuse me. I'm not that smart. Wauw, heb ik... Huh? Ja, je bent nu thee aan het maken. Nou, ik wil dadelijk dus koffie. Ik ben echt wat hier aan het doen. Ik ben dus... Hier staat op no hot water. Ik maak dus thee, maar er komt dus niks uit. En ik wil eigenlijk espresso. Het is altijd zo... Espresso. Dus ja, ik zeg altijd espresso. Okay. Het is eigenlijk espresso, maar... Ja. Dus mijn vrouw is nou voor mij een dubbele espresso aan het maken. Dus ik heb nu mijn Starbucks dubbel espresso. Het lukt er niet. Maar ze kan gewoon Frans praten, besef. Een Antilliaan die Frans spreekt, joh. Ik wil niet zeggen dat dat niet kan of zo. Niet dat dadelijk mensen gaan zeggen ik ben racist of zo. Hallo. Maar ik zeg een Antilliaan die Frans kan. Ik denk even corrigeren dat ik niet te racist doe of zo. Ik ben dus nou die soep aan het proeven. Niet echt een aanrader. Dus ik pak snel het brood en ik doe net alsof ik die soep eet. En sorry daarvoor, maar die moet ik helaas weggooien, want het smaakt echt nergens naar. Van alles en nog wat gepakt. Dus ja, lekker doen. En die gaat dadelijk weg. Het smaakt nergens naar. En ik ga even genieten van mijn dubbele espresso. En ik zeg altijd espresso, want ik zeg het altijd espresso. Dus. Ik weet trouwens niet waarom mijn camera iedere keer zo kut gaat. Nee, niet doen. Nou, cheers, mate. Starbucks apparaat. Ja, ik zie het. Ja, nee, geen fruit voor mij. Oeh, alleen een appeltje en een banaantje. Meer niet, hoor. Jachie, baba. Ja, dat is nog enigszins te vreten. Kom jullie aanzetten met ananas en al die onder... Wat is dat? Ik moet deze proeven, want dan... Nu weet je het verschil. Nu van snap net je waarom. En nu? Ja, nu snap je waarom. Oké, okay, hier zit die Monet in of zoiets, zei je. Nee, maar dit is gewoon de machine. Ja? En dit is... En die andere was gewoon de echte. Maar hier zit ook bonen in, net zoals die andere machine. Proef. Oké, wacht. Als een Antilliaan zegt proef, dan moet je meteen doen, want anders schiet ze in je knieschijf. Ja, deze smaakt niet zo lekker als die... Tadaa! Zie je? Ja. Eindelijk. Je moet een vrouw altijd gelijk geven hoor. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik zeg het maar. Nee, grapje, je hebt gelijk. Het smaakt echt anders. Sorry hoor. Mm-hmm. Nou, nu gaan we dus weer in de auto gaan we boarden. En Kiesje gaat me helpen, want ik vind het altijd... Eerder ging de dreadnurse altijd mee. En... Die deed me altijd helpen, maar nu is Kiesje de lul, dus die gaat mij helpen. Ik ga nog steeds goed. Het lijkt echt soms alsof je kijkt hier tegenaan gaat rijden, maar dat is niet zo.
zijn wel genoeg tegenaan gereden aan het bas. Ja, dat wel. Sommigen weten niet of ze een grote of een kleine hebben. Op wat voor manier dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, als het goed is, gaan we dus nu hier boarden. Dus nu gaan we even wachten tot we door mogen. Dus ja, ik wil gewoon dadelijk een filmpje kijken op de... Oh, Jezus Christus, die zwert zich. Jee, man, godverdamme. Maar ja, ze zegt zometeen. Nou, oké, wat zei ik toen? Votren onder jus. Wat dat betekent, maar ik zei votren onder jus. En dat klinkt als, ja, niet goed. Maar zij zei dat het redelijk netjes was. Votre betekent u. Oh, dus u non de jus. Ja. Dat rijmt ook nog. Votre non de jus, u non de jus. Ja. Ja. Ik dacht altijd dat non de jus gewoon geen jus was. Non de jus. Pas de jus. Ja, weet ik. je ne sais pas. Mon français est terrible. Hey. Kijk, ik heb een sterrenhemel voor 8 euro. Dat is toch mooi, of niet? Ja, Hollanders, extra goedkoop. Nou, hier staan we dan, wacht op het treintje. Treintje komt zo, treintje. Ik weet dat het busje is, maar ik zing altijd treintje komt zo. Man is pas dood, hè? Wie? Die van het busje komt zo. Is dat vader Abraham, of niet? Samen met iemand anders. Heb je samen ook zo... Oh, drop in de comments van wie busje komt zo is. Zou ik wel eens willen weten. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Maar hij komt helemaal niet zo, want hij zit op de trein. Ik ben dus even mijn tasje uit aan het pakken en zo en dit en die. Maar ik lust dus wel dit, zeg maar niet met stukjes erin. Dus nu is het echt voor mij de vraag van, zitten hier stukjes in of niet? Want als er stukjes in zitten, dan gaat het zo meteen hier uit mijn mond op de grond. En hier dus, kan ik niet eten. Want ik heb geen vork meer genomen. Beetje dommig, maar ja. Wat wil je doen? Wil je lezen? Lees eens even voor me. Jij leest Frans. Lastig, hè? Nee, is niet lastig. Oh, er staat ook stiekem Engels op, zeker? Ja, nee, Nederlands zelfs. Zeg wolla? Wolla. Ik krijg nou de takketering. Maar ik ben gewoon het Frans aan het lezen. Ik kom er pas daarna achter dat het gewoon in het Nederlands staat. Ja, het lijkt me er niet op. Ik denk niet dat er stukjes in zitten. Nee, er zit geen stukjes in. Dat moet er opstaan. En het staat er niet op. Dus het mag niet. En anders kun je ze aanklagen. Staat hier nou een flesje plus een banaan moet in de prullenbak? Ja. Heel raar. Want het is aardbeien. Misschien bedoelen ze dit met die banaan. Oh, dat is het. Ja. Dat is een banaan als je handig. Ja. Nou, dat is nog goed. Nou, even schudden voor gebruik. Oh yeah, baby. Hou eens zo voor me vast. Zodat de mensen... Ik heb geen vlogcamera of zo. Ik doe gewoon alles lekker met mijn telefoon. Een beetje dom en dergelijke. Maar I don't care. Oh, het ziet er gewoon wit uit. Ik dacht dat het roze was. Nou, daar gaan we dan. C'est très bien. Ah oui, c'est bon. C'est très délicieux. Ik had het echt leuk gevonden als onderin zo'n stukje zat. Als dat erin zat, dan was het zo flats. Ik had het echt leuk gevonden om dat te zien. Leuk ben jij. Hier stopt er dus in. Ah, fuck. Nee, je moet in de prullenbak met die banaan. Ja? Ja, jij hebt daarnaast je een prullenbak staan. Ik heb mijn zooi net weggegooid. Ja, waarom nou weer, Kies? Gooi dan die vieze koffie van je dan. Dan moet je daar kijken, Kies. Daar zie je dus op de borden staan, ja, waar het allemaal naartoe moet. Oh. Vet, hè? Ja. Kies? Ja. Dat was echt groot en mijn mond ook wat. Ja, dat was wel leuk geweest. Jammer. Maar er was er geen vinger in gegaan. Oh, man, zekke jongen dat ik ben. Ik ben toch echt een vies peuk. Oh, dat valt onder hashtag MeToo, hè? Oh, oh. Ja, oh, oh. Ja. Oh, oh, wat doet hij nou weer? Daar huur ik dan een stoel bij. Nou, top. Zij huurt een stoel bij mij. Zie je trouwens hoe vet mijn auto is als je zo doet? Zo, oh, oh. Ja, mijn mooie loks heb je ook trouwens. Nou, weet ik. Wie heeft die gezet? Dat is van een of andere kale band. Zo'n witte, rare. Met die tekening in zijn gezicht? Ja. Oh, jij bedoelt de Dread Doctor? Ja, daar heeft hij achter op zijn hoofd staan. Ook. Ja, ook ja. Echt een mafkees. Ja. Opeens bedenk ik me dus iets. Jairo vroeg me om rond 2 uur aanwezig te zijn daar. Dus ik ben uit aan het tellen. 2, 1, 12, 11, 10. Ongeveer met rijden. Alles erop en eraan.
is een uur tijdverschil. Dus ik kom niet om 2 uur aan, ik kom fucking om 1 uur aan. Dat shit ain't funny. Altijd heb ik zo. Maar zie je, ik kom wel op tijd. Ja, ik kom vanuit Nederland, rij ik dus naar Londen en ik flik het wel om een uur op tijd te zijn. En er zijn dus klanten van mij, die komen uit hetzelfde dorp, letterlijk 5 minuten rijden of 10 minuten en komen gewoon 15 tot 20 minuten te laat. Verklaar me dat. Waarom moet ik rijden? Cluvin, Cluvert. Dat is mijn Franse naam. Ik had vroeger, nog steeds wel, als ik hem tegenkom is zeker nog wel een mattie van me. Vroeger had ik een mattie, die heette Gutje. Dat is een Turk. En als we dus op stap gingen en meiden vroegen aan hem van, hoe heet je? Dan moest hij dus zeggen, Gukje. Maar dat kan niet, want in een club klinkt dat als kutje of vutje. En vutje in het Limburgs is kontje. En dat vond hij dus zo irritant. Toen zei hij van, mijn naam is Gursin. En dus als wij dan op meidenpad gingen, dan was het Gursin en Cuvin. Daardoor. Dus. Maar we gaan nu even rijden. Vroom, vroom. Oh, dat is toch echt een sexy ass auto, of niet? Zo, hij heeft een uitknop op zijn voorhoofd. Een dikke pukkel. Zo. Kijk, we hebben dus de Flexi Plus. Die mensen zijn nu nog steeds allemaal aan het wachten. En wij mogen dan door. En nu moeten we hier weer even wachten, want daar ga je dus de trein op. Ik weet niet of jullie het kennen zien. Daar zo. Wat vind jij niet grappig, Kisha? Oh ja, Kisha vindt iets niet grappig. Dat is wel leuk. Wat vind jij niet grappig, Kisha? Vertel de mensen wat je niet grappig vindt. Ik vind het niet leuk dat ik zo meteen een half uur in een tunnel onder water zit in een treintje. Want ik heb altijd zoiets van, als je onder gebergte doorrijdt en dat stort in, dan ben je gewoon meteen dood, weet je. Maar hier kun je gewoon verzuipen. Ik vind het niet chill. Ik vind het niet chill. Nee. We gaan lekker onder water zo meteen met een treintje. Ja. Weet je wat wel grappig is inderdaad? Je gaat dus met een auto in de trein onder water. Dus je bent eigenlijk een auto, trein, submarine kind of thing. Grappig. Ja, ik vind het helemaal niks, hè? Nee, ik vind het echt niet leuk. Ik vind het echt keileuk gewoon. Mm-mm. Ik mocht dus eigenlijk niet filmen, maar dat doe ik lekker toch, want ze is er nou toch niet meer. Maar, zo ga je dus aan boord van een trein. En als we dadelijk daar aankomen, dan sluiten deze deuren wat je hier ziet. En dan zit je met 4 auto's volgens mij in 1 coupeetje. Nou, gaan we even lekker een filmpje kijken. De film heet Spel. Terwijl we dadelijk gaan vertrekken, jongens. Dus even lekker een filmpje kijken. Safety reasons, flash photography and smoking are strictly forbidden on board. Je mag geen foto maken met een flits. Een flits kan al zorgen voor dat die dingen afgaan. You can call a crew member using the call points. Okay. We zijn in de tunnel. Kish, gaat het goed komen? Oh nee, nog niet. Oh, dat is nog een beetje licht. Oh, je hebt geluk. Oh, ja. We gaan de tunnel in. Nee, nog steeds niet? Nog een beetje licht. Oh, dan gaan we zo de tunnel in. Nee, nog niet. Oké, zometeen. Ik kan er even de spanning loslaten, Kish. We zijn dus in de tunnel. Leuk, hè? Wat een gezelligheid. Gelukkig is het ongeveer 38 minuten. There we go, baby. Heel even tussendoor ga deze film checken, man. Spel op Netflix. Zekerste weer te doen. Nou, we zijn weer uit de tunnel. Wat vind je ervan, Kisha? Ik leef me. Ik ben blij, hè? Nou, we zijn dus aangekomen in Engeland en we gaan zo meteen vertrekken. Maar ik laat Kisha het een en ander filmen, want ik mag dat niet. Nou mensen, hier komen we dus de trein af. Ik moet even niet filmen, want er stond diezelfde vrouw weer volgens mij. Ja, ze zwaaiden. Hier gaan we dus Engeland in, jongens. We are in England now. En nu moet ik dus opletten dat ik links ga rijden, want anders ben ik de lul. Maar ja, dit is wel leuk. Zal ik jullie laten zien hoe dit gaat. Even wachten tot we wel goed gaan. Yep, dat bedoel time. Even kijken hoor. En we zijn links aan het rijden, jongens. Gewoon letterliekje, ik rij veel te hard. En eigenlijk is het gewoon follow the traffic. En dan kom je er vanzelf al.
Moet jij nog naar de wc of iets? Oké, nou, dan gaan we rijden. En zo ziet dat er dus uit, jongens. Wat een gezelligheid, hè. Ik moet de M20 hebben en let's go. Nou jongens, we zitten dus links te rijden. En je moet dus hier via rechts inhalen en niet via links. Dus hou er ook rekening mee. Oh ja, en nog een ding. Je rijdt hier met miles. En 10 mijl is ongeveer 60 km per uur. En we mogen nog 70 mijl, dus dat is 112. En ja, dus dat. Ze zijn hier wel op zich chill met de flitspalen. Je mag wel wat kilometertjes te hard rijden, zeg maar. Dus dat wel. Engeland. Nou, wat vind je ervan je eerste keer in Engeland? Leuk. Ja? Ja. Gezellig, hè? Vond je nou zo akelig de treinrit of viel het mee? Die film heeft me afgeleid, maar ik vond het niet leuk. Nee, dat dacht ik al. Fijn even filmpje kijken onderweg. Ja. Kijk nou hoe mooi Engeland kan zijn, jongens. Mooi, hè? Vind je ervan, Kish? Mooi. Ja? Ja, mooi. Dope, hè? We're in another country, you know. Fucking amazing, isn't it? Nou, nu zien jullie ook iets van de, ja, hoe Engeland er ook uit kan zien, zeg maar. En, oh, kijk, jongens! Wow! En er komt er nog één! Hey, man, them got locks. Go to Dread Ducks, you know. Fucking amazing, isn't it? Kisha, wat vind je ervan hier in Engeland? Gezellig. Je bent een echt real English pub. Ja, ik vind het echt leuk. En wat heb je besteld? English breakfast tea. Ja, dat dacht ik al. Lekker Engels doen vandaag, hè? Nou, we moeten even wachten tot we naar Jairo kunnen. Ik denk dat hij nog aan het trainen is. Dus we zijn even naar Blackheath Village gegaan. En alles hangt hier nog met kerstversiering. Zie je dat? Hier hebben ze extra lange kerst. Maar ik heb al wat op het menu zien staan. Dat ik eigenlijk denk nog de beslissing maak om na het bijwerken nog even terug te komen hier om iets lekkers te bestellen op de menukaart. Maar ja, ik had even een dippie qua moeheid, dus ik wil even een espresso. Een ex-espresso. En om hier even een boost te krijgen en dan ga ik zo meteen naar Jairo. Kijk, harder happy doen. Ja, leuk hè? Ik vind het jammer dat de winkeltje aan de overkant niet open is. Kijk dat kind nou blij zijn met thee wat ze heeft, met ook nog melk erin, echt als een Engelse. Kijk dat blij zijn. Nou, nu ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe die smaakt. Ja, waarschijnlijk gewoon hetzelfde bij ons. Maar hij is nog heet. Ja, hoe je een sip gewoon. Weet je wat? Dat er. Nee, laten we wel even laten weten hoe het smaakt. Oh, dat gaat het gebeuren. Ja. Lekker of, ja? Ja. Ben je blij? Ja. Kijk die happy face, joh. Ja. Ja. Kisha, zou je me nog een keer willen vertellen waarom de kopjes in Engeland zo groot zijn? Ja, niet alleen in Engeland. Theekopjes horen zo te zijn overal ter wereld. Zoals in de slaventijd, want het koelt sneller af omdat je een grotere opening hebt. Dan kun je weer sneller aan het werk. Slaventijd? Slaventijd, ja. Wee, yo. Ja. Nou, je krijgt ook nog wat educatie bij de Red Doctor vlog. Nee. Nou, schiet dan eens op, want we moeten gaan. Sorry, hè? We zijn dus aan het terugwandelen vanuit de English Pub richting Jairo. Zo. Jairo helemaal frisjes, man. Je ziet het. Nou, het werk bij Jairo zit er weer op. Kisha en ik hebben fucking honger, dus we gaan nu even lekker weer terug naar die pub waar we al zaten als die nog open is. En dan gaan we daar eens even wat lekkers eten. Wat weet u niet, maar dat zal ik jullie daar pas showen. Nou, we hebben even een inzinkingje. Wow, yo. Maar ja, even wat energie bijvreten en dan weer 5,5 uur terug. Ik heb dus maar een cheeseburger besteld, want ja, de dish die ik wil hebben, die was er niet. Nou ja, jammer dan, Ramadan. Maar zometeen zoveel makken als maar kan met een cheeseburger, man. Oh, jongen, check dit dan. Oh. I got a friend, a little friend. Check dit dan. Oh, dit. In Engeland is het normaal om met een hond. Oh, wat heb jij eigenlijk? Oh, vis. Als ik dat geweten had. Zeg nog tegen je. Wel proeven dadelijk. Mag je ook voor mij proeven?
In Engeland is het namelijk heel normaal om je hond mee te nemen een café of een restaurant in. En vandaar dat je dus hier ergens een bulldog ziet rondlopen. Ik weet niet waar die is. Oh, daar achter is het. Ik zie daar zo. Het is heel normaal namelijk. Ze vragen wel vriendelijk of je het niet erg vindt. Maar wij zijn dog lovers. En ook food lovers. Moet je kijken, joh. Oh, oh. Ga je die mayo gebruiken? Bon Apple Tea. Of ik de mayo ga gebruiken? Ja, niet van mayo. Ik hou niet super van mayo, maar deze ziet er anders uit. Ja, niet van mayo. Nou, neem de kwakje dan als je wil. Dankjewel. Mag ik wel daarvan pakken? Ja. En dit ook allemaal. Nee. Ja. Maar dit wel. Dit is geen friet, hè? Dit is chips. Dus patat. Toch even proeven, hoor. Nee. Toch even proeven, hoor. Ja, die mag. Oh, jezus. Ja, die wil ik wel. Wil jij die? Nou, jij hebt mijn mayo. Ja, maar ik wil wel een beetje overlijken. Nou, dat vind ik lullig, want je pakt mijn hele mayo. Oh, die ketchup, hè. Nom, 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 nom. Kijk hier. Oh, lekker, hoor. Dit is echt goede voedsel. En hun vlees, hè. Oh, sorry voor alle vegans, maar... Oh, check dan even. Oh, nee, je moet zelf ook nog pakken, hè. Oké, okay. Maar je kunt ook zo'n aardappeltje proberen. Nee. Aardappeltje mag wel proberen. Waarom die? Ja, welke wil je dan? Nee, die wil ik wel. En dan wil ik deze. Nee, is wel. Oh, hier, een pakpuntje. Ja, nee, nu heb je al die pas. Ja, nou, en, ja, nou hier, alsof je vies van me bent. Nee, ik maar. Oké. Okay. Kijk, dan gaat hij daar zo in, zo nam. Nam. Oh my god. These are triple fried. Wat betekent dat? Ze zijn drie keer gebakken. Nee. Drie keer gebakken. Je moet ook de citroen pakken. Wat zijn die stokjes? Zeker. Is dat eten? Ja. Is dat lekker? Nee, niet per se. Mag ik proeven? Lijkt op een hele dunne asperge. Is gewoon zeewier. Pak lekker, joh. Wat zeg jij nou? Vind je het lekker? Ja. Proef dan. Het is gewoon een beetje lekker zoutig. Het is gewoon zeven. Ja, mag nog eentje. Nee, mag ik even uit. Wat zei je? Holy shit. Die vlees, hè? Nee, die pikkels. Oh, die pikkels. Ja, die dingen. Ik lust geen tomaat. Dus wat ik even moet doen... is... dit doen. En dan... kiesje, 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 kiesje. Kiesje, 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 kiesje. Heel erg voor je? Ja. Alsjeblieft, meid. Dankjewel. Laat het je smeken. Oh, ik proef nou al die... Finger licking good. Yum, 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 yum. Jullie moeten me gewoon zien choppen, echt maar. Oh my god. Kijk hier, joh. Oh, oh. OMG. Ik krijg vis. Oh. Is dat een teken dat je nog een hapje van mijn burger wilde of zo? Oh, dat is finger licking good, gek. Dat is fucking amazing, innit? Ik ben meteen over mijn dip in, joh. Jij wilt wel... Oh, zo. Jij wilt eindelijk wel een hapje. Nee, want je weet niet wat je mist. Ja, ik weet het. Helemaal knetter. Als het eten goed is, eet ik echt slordig. Maar ja, ik ben ook in Engeland, boeien. Ze kennen me toch niet. Maar vind je dan eten altijd goed, aangezien je altijd slordig eet? Ik vind niet altijd slordig. Ik heb je nog nooit netjes zien eten. Wel. Wanneer? Ben ik trouwens in het begin van mijn vlog zeggen, oh ja, ik ben lekker dingen bezig. Zit ik dit te vreten? Omdat ze de dish niet hadden wat ik wilde hebben. Ik wilde seafood hebben, maar ze hebben geen seafood. Maar ik ben wel blij dat je gezond bent. Maar waarom ben je met een vraag aan het begin? Wat was je vraag? Oh ja, waarom je altijd slordig eet? Nee. Waar, je zegt, nou, heb je wel gezien. Dus wanneer was dat dan? Dat je gewoon netjes aan het eten was waar ik bij was?
Dat is toevallig omdat jij er altijd bij bent. Maar ik kan wel netjes eten. Ik heb ook bij je oma netjes gegeten. Ik zeg niet dat het niet zo is. Het was brood. Nou, wel. Het is niet dat je mes en vork nodig had bij mijn oma. Wel. Voor wat? Met die reptaart en zo. Reptaart. Ja, wat was het dan? Die tortilla taart. Ja. Ik kan echt wel netjes eten hoor. Als het moet. Geloof je wel, ik zag alleen dat ik het nog nooit heb gezien. Nou, ik kom zo weer bij jullie terug. Ik ga nu even verder genieten van dit heerlijke stukje nog. En van mijn chips. Dat is inderdaad lief, ja. Oh, fuck. Wauw. Ik wist niet eens dat het blijkbaar nog aanstond. We waren even aan het flirten met een hond. Ik wil jullie uitzien. Het is eigenlijk super lief. Hoe is dat? Like oh, lieve. Oh, je bent een cutie. Oh, you like fish? You're such a cutie. Oh, you're such a cutie. You got some fish. Oh. You like fish? Oh, that's lieve, good. Moet je kijken. Oh, wat top. Be careful. Kisha vond haar aardappeltjes zodanig lekker dat ze nog een bord heeft besteld. En dit is het dus. Ja, ik zit een beetje vol, maar de mensen zijn super aardig hier. Want ik heb gewoon een dubbele portie gekregen, gratis. Ze zeiden gewoon, nee, wat we zo hebben. Kun je wel even een goede review achterlaten? Super lief. Hebben we dat gewoon even gedaan, niet? Ja. Ja, fijn toch? Als je wat gratis krijgt, moet je er wat voor over hebben. Niet op de knietjes gaan, nog. Bosje. Fuck, je loopt hier net aan naar binnen. Jezus, waar is hij nou? Oh, daar. Misschien kan je hem zien, zie je die oogjes? Het is gewoon een vosje. Hij zat net de hele tijd naar ons te kijken. Hij kwam van daar en loopt hij daarin. How cute is dat? En we zijn ondertussen weer lekker terug naar ons kikkerlandje aan het rijden. We zijn op dit moment nog in Londen aan het rijden. En ja, nou, zie hoe dat gaat hier, joh. Ik ben hier dus aan het karren. En als je in zo'n box zit, lijkt het dus net alsof zo'n vrachtwagen daar midden op jouw weg zit. Zo, lieve mensen, we zijn eindelijk aangekomen weer bij de Eurotunnel, alleen dan in Engeland. Folkestone om precies te zijn. We zijn er weer aan het wachten tot we weer aan boord, ook zeggen. Maar we gaan niet aan boord, we gaan op de trein. Dus we zijn er nou op het wachten tot we de trein op mogen. 17 minuten, ze was aan het liggen. Jezus Christus, jongen. Dat is gewoon een special balgakkie. Zo. Maar we hebben dus weer een tasje helemaal volgepleurd. En hier in Engeland hadden ze nog betere dingen dan in Frankrijk. Dus even inslaan met die app. We zijn Hollandertjes, zoals ik al zei. Dus dat moeten we blijven doen. En even voor alle mensen die ooit van plan zijn om naar Engeland te gaan met een auto. Weet dat je je auto moet registreren. Als je je auto niet registreert, kun je hoge boetes krijgen namelijk. Want het heeft te maken met een low emission zone of zoiets. En als je je auto niet registreert voordat je vertrekt, krijg je dus boetes binnen. Ik heb dat nou 2 keer gehad en ik heb ervan geleerd. Ik kwam er ook pas eigenlijk vorige week achter omdat mijn vader het zei. Dus dat is tip 1. Dan heb ik nog een tip voor jullie. Als je natuurlijk in Engeland aankomt, dan moet je links rijden. Als je dus koplampen op je af ziet komen, ben je aan de verkeerde kant van de weg. Dat is een tip die ik heb gekregen van Gyro bij de eerste keer. En het heeft echt geholpen. Dus bij deze. Dames en heren, hier zijn we dan weer bij het treintje even aangekomen. Moeten even wachten en dan gaan we weer onboard van de trein. Dus ik ben benieuwd. Spannend weer. Ik weet niet waarom je stil moet staan, maar er staat een autootje te flikkeren. Dat zal weer zo'n flikker zijn. Nee, grapje. Oh, dat mag ik helemaal niet zeggen, Kev. Daar kom ik homofobisch over. Dat ben ik helemaal niet. One love, people. One love. Wat ben jij nou aan het eten? Echt kies. Op de achtergrond lekker lopen kraken nou. Lekker bezig, Pikkie. Wat heb je? Pombeer? Heb je ook pombeer gepakt? Godverdomme. En ik heb gewoon allemaal snoep gepakt, terwijl ik heb gezegd ik ga niet meer snoepen. Oh, nou, we gaan onboard. Voor de mensen die wilden weten hoe een trein uitziet. Nou, zo. Eurotunnel treintje. Gaat helemaal zo door. Helemaal daar naartoe. En dan kan je dus heel cool aan boord zo meteen. Wap. Lekker, hè? Doe maar eten, hoor. Kraken mag. Heel irritant, maar dat maakt niet uit. Lul. Hè?
We proudly serve. Nou, je hebt helemaal niks gesurfd. Dat heb ik gewoon helemaal zelf moeten doen. Ik ben zelf moeten surfen. Pieps, we zitten weer in de trein. Lekker terug naar Europa. Nou, nu is Engeland ook wel Europa. Je snapt wat ik bedoel. Maar in ieder geval richting Frankrijk, België, Nederland. Zo, lieve mensen, we zijn inmiddels weer in Frankrijk. En ik ga nou even lekker chillen op 130. Lekker tot we weer in Nederland zijn. En dan kom ik weer later bij jullie terug. Zo, lieve mensen, ik ben weer lekker thuis aangekomen bij mijn hartstikke lieve daggoedje. De hele tijd op me gewacht. Hij heeft een oppas gehad hoor. Maar het is nu 2:30. Ik ben thuis aangekomen. Ik ben zo kapot als ik weet niet wat. Ook nog pech gehad onderweg dat ik geflitst ben. Ik was niet op belet op de bordjes. En ik kreeg 110 in plaats van 90. Maar ja, soms heb je een beetje pech in het leven. Maar verder was het een topdag. Ik heb ook een hartstikke leuke vlog voor jullie klaargemaakt. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dit is mijn eerste vlog op YouTube. Drop in de comments wat je ervan gevonden hebt. En let me know.